Twee automobilisten zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Trompweg met de Leidseweg in Voorschoten. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en bleken niet gewond te zijn. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Mogelijk spelen de hoge betonblokken die geplaatst zijn voor wegwerkzaamheden en het feit dat de verkeerslichten uitstonden een rol. Beide auto's zijn afgesleept door een berger.